Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik je vertellen welke boekenseries ik voor het einde van het jaar wil hebben gelezen. En het zijn er nogal wat, want ik heb hier een hele stapel aan boeken klaarstaan die ik gewoon echt heel graag wil gaan lezen voordat het einde van het jaar er is. En het zijn allerlei series waar ik of nog aan moet beginnen of waar ik al aan ben begonnen. En ik ga je erin meenemen. En het kan zomaar zijn dat je zo meteen boeken te zien krijgt die deel 2 of deel 3 in de serie zijn. Maar daar ga ik natuurlijk niks over vertellen qua inhoud. Dan vertel ik je waar boek 1 over gaat. Want anders dan geef ik misschien spoilers en daar wordt niemand blij van. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat vooral als je vaker boekenvideo's wilt zien. En als je dit een leuke video vindt, vergeet vooral geen like te geven op de video. Allereerst heb ik hier het boek The Priory of the Orange Tree geschreven door Samantha Shannon. En dit is een van de allereerste boeken die ik heb gekocht in het Engels. En ik heb hem eigenlijk nooit gelezen nadat ik hem gekocht heb. Dus daar gaat nu hopelijk verandering in komen. En dat moet ook wel, want ik heb net ook deel 2 toegevoegd aan mijn boekenkast. Dit is A Day of Fallen Night. En de reden dat ik deze heb toegevoegd is omdat hij gesigneerd is. En dat is natuurlijk wel heel vet. Ik heb dus nu deel 1 en deel 2 in de serie. Goed om te weten is dat deze serie niet verkrijgbaar nog is in het Nederlands. Ik weet niet of dat gaat veranderen, maar op het moment dat ik dit film is deze serie niet verkrijgbaar in het Nederlands. Wat natuurlijk echt super jammer is als je alleen maar Nederlands leest. De reden dat ik deze serie heb opgepakt om te kopen destijds was omdat het een fantasy serie is die over draken gaat. En ik heb er echt heel veel goeds over gehoord. Op de achterkant van het boek staat het volgende aan informatie en dat is best wel beperkt. A world divided, a queendom without an heir, an ancient enemy awakens. En het interessante aan dit verhaal is dus dat, nou ja, allereerst draken spelen dus een hele belangrijke rol zoals je kunt zien aan het omslag. Een ander belangrijk ding is dat je hier dus geen koninkrijk hebt waar je alleen maar mannen hebt die aan de macht zijn. Nee, het gaat hier zo dus om vrouwen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in elkaar steekt en wat daar nou precies de bedoeling van is. Maar wat ik begrepen heb is dat de koningin dus een dochter moet krijgen om de bloedlijn voor te zetten en om het koninkrijk of de queendom, zoals ze dat hier noemen, te beschermen. En als dat niet lukt, dan heeft ze een groot probleem. En dat is min of meer waar het verhaal dus over gaat. Deze boeken zien er trouwens best wel oké uit qua hoe dik ze zijn. Maar vergis je niet, ze zijn ieder zo'n 900 pagina's. Dus als ik deze wil lezen, moet ik daar zeker even de tijd voor nemen. En dan heb ik hier het volgende boek en dat is A Touch of Ruin. En dit is deel 2 in de Hades en Persephone serie. Ik heb hier zo het boek in het Engels, maar hij is inmiddels ook verschenen in het Nederlands. Dus je kunt hem ook gerust oppakken als je alleen Nederlandse boeken leest. En ik zal je even vertellen waar boek 1 over gaat. Ik ben in ieder geval heel erg fan van deze serie, omdat het een hervertelling is van het godenverhaal van Hades en Persephone. En ik wist er eigenlijk heel weinig van en in deze serie heb ik er heel veel over geleerd. En er zijn dus allemaal fictieve elementen aan toegevoegd, maar dat maakt het een hele goede serie. Op de achterkant van boek 1 staat het volgende. Wat gebeurt er wanneer de godin van de lente en de god van de dood een deal sluiten? A Touch of Darkness is het eerste deel in de fantasy serie Hades en Persephone van Scarlett Sinclair over de verboden liefde tussen twee goden. Persephone is de godin van de lente, maar ze doet haar geboorterecht geen eer aan. Bloemen verwelken wanneer zij ze aanraakt. Ze verhuist naar New Athens en hoopt daar een onbezorgd leven te kunnen leiden als doodgewone journalist. Eigenlijk weet niemand ook dat zij dus een godin is. Dan ontmoet ze Hades, de god van de dood. Hij stelt haar voor een onmogelijke keuze, leven creëren in de onderwereld of voor altijd haar vrijheid verliezen. Haar geheimen staan op het punt onthuld te worden wanneer haar gevoelens voor Hades sterker worden. Deze serie bestaat uit een aantal boeken, dus het is niet zo dat je maar 2 boeken hebt om te lezen. Je hebt in ieder geval de Hades en Persephone serie. En dan heb je ook nog de losse Hades serie. Er valt dus echt genoeg te lezen als je een liefhebber bent van boeken die over goden gaan. En ik kan niet wachten om deze op te pakken, want boek 1 had ik echt heel snel uitgelezen. Dus ik verwacht eigenlijk dat ik deze ook wel snel uit heb. En dan heb ik hier een boek dat ik al heel vaak voorbij heb laten komen. En ik wil hem nu gewoon echt een keer afgerond hebben. Ik ben er inmiddels ook al in bezig. Dus het begint goed. Het gaat over deel 3 in de serie van S. A. Chakraborty van de Davabad serie. En dit boek is Het Gouden Rijk. Dit is dus deel 3 in de trilogie. En inmiddels is er nog een extra boek verschenen dat je eigenlijk een beetje kunt zien als een novella. Een dun verhaal. Waar allerlei verhalen in staan die over personages gaan die in deze serie voorkomen. Ik ben echt een fan geworden van de Davabad serie, want deze serie is een fantasy serie en het speelt zich dus af in het Midden-Oosten. En heel veel van de verhalen die ik lees, die spelen zich af in het Westen. Dus voor mij was het een hele fijne en leuke omgeving om eens een verhaal in te lezen. Want het is gewoon echt heel mooi beschreven op een hele visuele manier. Er zitten ook allerlei magische elementen in die echt horen bij het Midden-Oosten. Dat vind ik er echt super cool aan. Ik zal je even vertellen waar boek 1 over gaat, mocht je niet weten waar de serie over gaat. Deel 1 in de serie heet De Bronzen Stad en dit is waar het verhaal over gaat.
tussen de marktkramen van het 18e eeuwse Cairo zingen nog altijd oude verhalen rond over djinns, over geesten. Over steden verborgen in het kolkende zand van de woestijn, vol betoveringen, verlangen en schatten die je stoutste dromen overtreffen. Daar waar de magie door elke straat stroomt en als stof in de lucht hangt, wacht Davabad, de legendarische bronzen stad. Achter haar hoge muren en 6 djinnpoorten wacht een stad vol intrige en betovering, waar oude vetes verre schaduwen werpen en de machtsstrijd genadeloos is. Nari heeft nooit in magie geloofd. Dromen over schatten en verborgen steden is leuk. Maar als je de kost verdient met het oplichten van rijke Ottomaanse edelen, heb je wel iets anders aan je hoofd. Tot Nari tijdens een van haar zwendelpraktijken per ongeluk een mysterieuze djinnkrijger aan haar zijde roept. En ze beseft dat de magische wereld die ze voor ons inhield maar al te echt is. Sterker nog, dat zij zelf er onherroepelijk deel van uitmaakt. Want Nari heeft nooit geweten waar ze vandaan komt of hoe het kan dat ze al die vreemde talen kan spreken en verstaan. Die ze eigenlijk nooit van iemand heeft geleerd. Ze hoopt dat de krijger haar de antwoorden kan geven die ze haar hele leven heeft gezocht. Maar iedereen weet dat een wens doen bij een djinn fatale gevolgen kan hebben. Deze serie zit zo ontzettend goed in elkaar dat ik echt niet kan wachten om dit boek op te pakken. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom ik hem heb uitgesteld. Ik denk dat dat er voornamelijk mee te maken heeft dat het best een dik boek is. En dat vind ik altijd vrij intimiderend. En dan heb ik nog een boek in datzelfde straatje en dat is deze. Dit is Iron Flame van Rebecca Gerrals. Ook weer zo'n dikkertje, ook een mooie limited edition. Een boek vol met draken en dit is het vervolg op de bekende Forge Wing serie. En ook dit boek durf ik eigenlijk niet te lezen omdat hij best wel dik is. Dus ik heb hem nu op mijn e-reader gezet omdat ik dacht, dat gaat me misschien wel een beetje helpen. Dus voor het einde van het jaar heb ik die zeker uit, want ik ben hier inmiddels al aan begonnen. Dus dat is goed. Ik ga je niet vertellen over waar dit boek precies over gaat. Maar wat ik je in ieder geval kan vertellen is dat het een boek is. Dat gaat over draken. Het lijkt een beetje op Red Queen. En het gaat over een hoofdpersonage dat naar een speciale school wordt gestuurd. En daar zo drakenrijder moet gaan worden. Terwijl ze eigenlijk altijd iets anders heeft willen doen. Ze had namelijk scribent willen worden. En wat er voor de rest in het boek gebeurt, dat ga ik je niet vertellen, want dan geef ik spoilers weg. Maar ik vond het in ieder geval echt een heel leuk en vermakelijk boek om op te pakken. En dan heb ik hier een boek onderdeel van een hele fijne herfstige serie. En dat is dit boek. Dit is namelijk de Cinnamon Bun Bookstore van Laurie Gilmore. En dit is deel 2 in de Dream Harbor serie. En deze serie kun je loslezen, dus dat is meteen goed om te weten. Je hoeft ze niet op volgorde te lezen. Mag wel. Ik doe het natuurlijk wel omdat ik dat heel fijn vind. En deel 3 zit er ook aan te komen. En dat is een kerstachtig boek. Dus ik denk dat ik deze 3 boeken dit jaar echt wel uit heb gelezen. Dit verhaal speelt zich in ieder geval af in een heel klein stadje, namelijk Dream Harbor. En in dat stadje woont ons hoofdpersonage en zij heet Hazel. En zij is de eigenaar van Cinnamon Bun Bookstore. In haar boekenwinkel vindt zij een briefje in een van haar boeken en daar staat een raadsel op, een mysterie. En dat probeert ze op te lossen samen met een van de hoofdpersonages uit het boek. En dat is Noah en hij is een fisherman. En er heerst een enorme chemie tussen de twee. En dat is waar dit verhaal over gaat. En meer ga ik je niet vertellen. Maar 1 ding is zeker, lees deze boeken en er zit heel veel herfstachtige referenties in. Er zit wel heel veel spice in. Moet je van houden? Ik lees er vaak toch een beetje overheen. Hoog op mijn wensenlijstje voor dit najaar en überhaupt voor het einde van het jaar om uit te lezen, dat is deze serie. Dit is Emily Wilde's Encyclopedia of Fairy, inmiddels ook verkrijgbaar in het Nederlands, dus dat is heel fijn. Toevallig stond ik vandaag, zeg maar de dag dat ik dit aan het filmen ben, in de boekhandel. En toen vond ik dus deel 2 en die stond daar en toen dacht ik, ga ik hem nu meenemen of niet? En toen dacht ik, nee, eerst deze lezen. Maar ik wil echt heel graag deze serie gaan lezen. En waarom? Nou ja, omdat deel 3 dus aangekondigd is. Want die verschijnt in januari. Oh my god. Dit verhaal is heel cozy. Het gaat over fairies. En het speelt zich af in een hele bijzondere omgeving. Dit verhaal gaat over Emily Wilde. En zij is Cambridge professor. En zij is een geniale geleerde, een nauwgezet onderzoeker en de voornaamste expert op het gebied van feeën. Maar op sociaal vlak is ze minder sterk, want ze geeft de voorkeur aan het gezelschap van haar boeken, haar hond en het feeënvolk. Terwijl ze in een klein dorpje onderzoek doet naar feeën, mengt haar academische rivaal Wendell Bumblebee zich in haar leven. En naarmate Emily steeds dichter bij het ontrafelen van de geheimen van de feeën komt, komt ze ook op het spoor van een ander mysterie, want wie is de echte Bumblebee? Emily Wilde's Encyclopedia der Feeën is het eerste deel van deze serie. En wat er ook bij staat is dat het echt een cozy fantasy serie is. Dus ik kan niet wachten om eraan te beginnen en om boek 2 te gaan kopen. En terzijdertijd natuurlijk ook boek 3. Ik hoop natuurlijk wel dat het een goede serie is, want anders zou het een beetje jammer zijn. Maar goed. Dit waren alle series die ik voor het einde van het jaar heel graag zou willen lezen. En zoals je merkt, het zijn er nogal wat. Dus ik hoop ook dat het haalbaar is. Dus fingers crossed daarvoor, want ik weet het gewoon echt niet. Ik heb er heel veel zin om deze boeken op te gaan pakken. De dagen worden weer korter. De blaadjes beginnen langzamerhand van de bomen te vallen. En je merkt gewoon dat het leesseizoen wat mij betreft echt geopend is. Het is nu gewoon
geoorloofd om thuis te blijven met je boek en op de bank te zitten en gewoon niks anders te doen dan je boek lezen terwijl het regent buiten. En ik kan niet wachten om al die series op te pakken en ze gewoon eindelijk uit te gaan lezen. Want sommige van die series staan al veel te lang in mijn boekenkast, dus het is de hoogste tijd. Ik ben heel benieuwd of er nog een serie is die jij graag voor het einde van het jaar wil uitlezen. En als dat zo is, laat het even weten door een reactie achter te laten. Want ik sla die boeken allemaal op. Inspireer me vooral niet te veel, want mijn leeslijst is echt aan het groeien door alle tips die ik elke keer krijg. Nee hoor, grapje. Kom maar door met die tips. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Terwijl ik dit van het filmen ben, begint het donker te worden, want de zon gaat onder. Je merkt het ook aan de omgeving zo om me heen. Het wordt gewoon echt donker. Dus ik ga lekker een van deze boeken pakken die ik net heb besproken. En op de bank zitten. En ik heb er helemaal zin in om te gaan lezen. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video. En vond je dit nou een leuke video? Geef dan een like op de video. En vergeet je vooral niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot volgende week. Doei doei.